Iedereen herkent het wel, vergaderingen die lang duren en nergens toe leiden. Het is tijd, die kostbare tijd, die je beter had kunnen besteden. In deze video ga ik je 3 tips geven hoe je efficiënter kunt vergaderen. De eerste tip voor efficiënt vergaderen is 1. Maak een agenda met tussentijden. Zet een duidelijke begin- en een eindtijd van de vergadering neer, maar zeker ook tussentijden voor elk agendapunt. De meeste mensen worden hier wat ongemakkelijk van, maar dat is juist de bedoeling. Verwacht weerstand. Mensen gaan dingen zeggen als, ja, ik vergader al jaren en dat heb ik nog nooit gezien. Of, ik voel mij beperkt in mijn spreken. Maar dat is juist de bedoeling. Mensen moeten weten dat ze efficiënt moeten omgaan met hun eigen tijd, maar zeker met de tijd van anderen. Het tweede punt is, je hebt die agenda en hou je er ook aan, zeker als voorzitter. Mocht het toch niet lukken, 2 opties. Of je zegt, we gaan door met dit agendapunt, maar dan moeten andere agendapunten hiervan afvallen. Of we houden er nu mee op, maar maken een soort tussenstand, een voorlopige conclusie. Dit heeft als voordeel dat als je het de volgende keer gaat bespreken, al duidelijk is welke argumenten zijn al besproken. Wat was de vorige keer de conclusie en hoe gaan we nu verder? Dit heeft ook nog een keer als voordeel dat je volgende vergadering een stuk efficiënter kan verlopen. De derde tip is, zorg voor interactie op een efficiënte manier. Dit doe je door als voorzitter te vragen aan de deelnemers of ze voor of tegen een voorstel zijn en 1 belangrijk argument te noemen waarom ze voor of tegen zijn. Mensen kunnen natuurlijk ook twijfelen, maar dan wil ik weten over welk argument twijfelen ze nog. Op deze manier krijg ik in korte tijd de belangrijkste argumenten voor en tegen te horen. En dat maakt de vergadering weer een stuk efficiënter. Wordt de groep groter, wordt dat direct ook minder efficiënter om dat te doen. En dan is het heel verstandig om de belangrijkste mensen bij dat agendapunt te vragen. Dus gaat het over een HR-standpunt, moet in ieder geval de HR-afdeling er wat van kunnen vinden. Is het een IT-onderwerp, dan wil ik graag dat de afdeling IT er iets van vindt en een aantal gebruikers er wat van kunnen zeggen. Dus de 3 belangrijkste tips voor een efficiënte vergadering zijn 1. Zorg voor een agenda met tussentijden en vermeld die duidelijk. 2. Houd je aan die planning en als dat niet lukt, zorg dan voor een tussentijdse conclusie, een soort tussenstand. Benoem die argumentatie die al gebruikt is. En het derde is, zorg voor interactie met de deelnemers. Vraag ze nadrukkelijk of ze voor of tegen een voorstel zijn en laat ze hun belangrijkste argument daarbij noemen. Op deze manier zorg je gegarandeerd voor een hele efficiënte vergadering. Vind je deze tip de moeite waard? Dan kun je ons hier liken. Wil je efficiënter en effectiever vergaderen? Dan kun je hier abonneren op ons YouTube-kanaal.